Helemaal. Vandaag gaan we het hebben over bestanden en bestandextensies. Ik krijg heel vaak vragen over bestanden en over hoe het nu zit. Welke bestanden kun je wel gebruiken in je snijmachine en welke bestanden niet? En wat zijn die termen toch die steeds op Facebook voorbij komen, zeg maar? En vandaag gaan we dus wat duidelijkheid scheppen in de extensiewereld. Wat is een extensie? Een bestand heeft altijd een extensie en een extensie zegt wat over het bestand. Het zegt namelijk wat voor type bestand het is. De meest bekende extensies eigenlijk voor de meeste mensen zijn JPG's. En JPG's zijn eigenlijk afbeeldingen. Daar komen we zo meteen eventjes op terug. Wat ik graag wil bespreken vandaag zijn de verschillende soorten extensies die er zijn. En de punten waarop je rekening moet houden als je ze gaat gebruiken. Ik heb het even opgesplitst in twee verschillende types. Je hebt de afbeelding extensies en de snijbestanden extensies. Aan de linkerkant van het scherm zie je op dit moment de afbeelding extensies. Er zijn er echt heel veel, maar dit zijn de meest vier bekende. Dat zijn bestanden die eindigen op png, .jpeg, .jpg, .gif. Als je twijfelt over wat voor extensie jouw bestand heeft, kun je deze achterhalen door op het bestandje met de rechtermuisknop te klikken en te kiezen voor eigenschappen. En ongeveer halverwege staat er, als het goed is, type file en dan staat er een soort file achter. Sommige PC's geven ook een extensie achter het bestandnaam aan. Dit is een optie die je aan of uit kan zetten binnen Windows. Zelf weet ik niet of dat ook kan met een MacBook, maar waarschijnlijk wel. Nou, we beginnen even met de afbeeldingen dus. We hebben dus een PNG, een JPEG, een GIF en een PNG. Of een JPG, sorry. Dit zijn de meest voorkomende extensies die je zult tegenkomen op Google. Op het moment dat je googelt, zijn dit degenen die altijd bij je naar bovenaan kunnen staan. Eigenlijk kunnen deze bestanden in bijna elk tekenprogramma worden geopend. Denk dan aan Paint, denk dan aan Photoshop of aan elk willekeurig ander tekenprogramma wat je op je computer hebt. Ze zijn ook meestal geaccepteerd door de programma's waarin we onze designs maken, zoals bijvoorbeeld Canvas of Studio. Echter zijn deze nog niet gereed om naar je machine te sturen. Een JPG en een JPEG zijn meestal foto's. Als je bijvoorbeeld de foto's van je fotocamera haalt, zijn ze 9 van de 10 keer al een JPG bestand. Deze zijn ook vaak ontzettend groot. .gif-bestanden kunnen naast een afbeelding ook een bewegende beeld zijn. Op het moment dat het een gifje een bewegende beeld is, kun je hem niet gebruiken om in te laden in jouw programma om hem te scannen. Dus op het moment dat jij aan het googlen bent en je komt een gif tegen die beweegt, en dat zijn dan vaak hele korte stukjes aan beeld wat je ziet bewegen, zeg maar, dan kun je die niet gebruiken. Mocht je een gifje tegenkomen wat gewoon een statische afbeelding is, dus niet beweegt, maar gewoon echt een plaatje is, kun je die wel gebruiken. Er zit geen reden aan om hem niet te gebruiken als het gewoon afbeelding is. De meest gestelde vraag is, waarom kan ik mijn afbeelding niet scannen of niet naar mijn machine sturen? Jouw machine kan geen afbeeldingen aan. Hij snapt niet hoe hij dat moet snijden en hij moet dus altijd getraceerd worden. Dus een afbeelding met de extensies PNG, JPG, GIF en JPEGs moet je inladen in een snijprogramma, bijvoorbeeld Canvas, Silhouette, Scal of Inkscape. Vervolgens zul je de afbeelding moeten traceren zodat het een lijntekening wordt. En op het moment dat het een lijntekening wordt, of een pad, ook wel genoemd in heel veel programma's, pas dan kun je hem opslaan in een van de extensies die jouw machine aan kan. Komen we zo meteen even op terug. En pas dan kun je hem naar je machine sturen. Er is geen enkele machine die deze vier extensies aan kan. Ik moet de eerste machine nog vinden die meteen deze bestandjes kunnen. Want het is namelijk een plaatje. En je machine weet niet wat hij moet doen met een plaatje. Hij moet een pad hebben om te volgen waar zijn mesje overheen moet gaan. Nou, als we het dan toch over traceren hebben of overtrekken, in een andere benaming genoemd. Een PNG als een
plaatje, dus niet een foto, maar een PNG als een plaatje, is meest makkelijk te traceren. PNG's zijn bedoeld voor het web en zijn daarom hele schone afbeeldingen over het algemeen. En zijn vaak vrij recht toe, recht aan. Daarom maken ze ook vaak het makkelijkst om te traceren. Als je kijkt naar bijvoorbeeld andere soort bestanden, dan heb je vaak een gedetailleerde foto. En daar komen we zo meteen even op terug. Daarbij, op het moment dat je gaat zoeken op internet, let erop dat de resolutie van je afbeelding zo hoog mogelijk is. Daarmee kun je beter traceren. Nou, wat is de resolutie van een afbeelding? Een afbeelding heeft een breedte en een hoogte. En dat wordt uitgeduid in een resolutie. En vaak wordt dat ook in termen van pixels weergegeven. Dus als jij een foto kan vinden of een plaatje kan vinden van 800 bij 600 pixels, dan zit je al op een redelijk formaat. Als jij een foto kan vinden van 1000 bij 1000 pixels of meer, dan ben je helemaal goed. Dan zit je gewoon perfect. Deze afbeeldingen zijn ook vrij groot. Dat betekent dus dat ze ook zwaar zijn. Daarom kom je ze ook niet zo goed tegen op internet. Ik zal straks een trucje laten zien in Google hoe jij toch deze bestanden naar boven kunt krijgen. En een paar zoektips die je kunt gebruiken op het moment dat je de juiste afbeelding wil vinden om een tracering uit te voeren. Daarnaast, als we gaan kijken voor afbeeldingen om te traceren, zoek dan niet op foto's en niet gedetailleerde afbeeldingen. Hoe meer details er in de foto zitten of in de afbeelding, hoe moeilijker die is om te traceren. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar voor iemand die net begint is het echt een drama om daarmee te beginnen, want je krijgt heel veel details en je krijgt heel veel extra informatie die je niet wilt hebben. Ook 3D-tekeningen zijn niet geschikt. Je ziet vaak bijvoorbeeld Mickey en Minnie's in de 3D. En wat bedoel ik dan met 3D? Dat betekent dan dat ik schaduweffecten in mijn tekening zie. Ook deze afbeeldingen zijn heel lastig te traceren. Dus maak het jezelf makkelijk en hou het op vlakke images. Of ook wel vectors genoemd. En daar gaan we het straks nog even over hebben als we teruggaan naar Google. Nou, dit is dus hetgene wat je even moet weten van afbeeldingen. Het zijn dus plaatjes, je kunt ze niet naar je machine sturen, je kunt ze wel openen in jouw tekenprogramma's en je kunt ze bekijken, maar wil je ze gaan gebruiken voor je snijmachine, zul je ze moeten gaan traceren, oftewel overtrekken. Nou, dan komen we bij het snijbestanden gedeelte. Bij snijbestanden gedeelte zijn er 4 extensies die het meeste zo voorbij ziet komen. Daarvan is SVG en de meest gebruikte. Daar hebben we nog VCM, Studio en DFX bestanden. Om het lijstje even met de punten ook weer even door te nemen. Machines kunnen dus alleen dit soort bestanden accepteren. Er is geen andere mogelijkheid om andere bestanden naar je machine te sturen dan dit soort bestanden. Daarbij gezegd kun je een SVG-bestand bijna naar elke machine sturen. Een VCM-bestand is puur voor de Brother en de Brother ScanCut machines. En de studiobestanden zijn puur voor de Silhouette machines. Deze bestanden zijn anders dan de afbeeldingsbestanden. Het zijn namelijk bestanden die uit lijnen bestaan. Er is niks meer in het bestand wat overblijft aan kleuren of aan informatie. Het is puur een lijngebaseerde tekening. In je machine zelf ga je de kleur bepalen. In de machine zelf ga je instellen hoe die het gaat uitsnijden of tekenen, et cetera. Maar de bestand zelf is puur alleen maar lijnen. Nou, SVG is het meest gebruikte bestand en is als enigste te openen in jouw Internet Explorer, Chrome, Firefox, oftewel je browsers. En dat is de enigste uitzondering. De rest van alle bestanden moeten in een snijprogramma worden geopend. Ik krijg heel vaak de vraag is, waarom opent mijn VCM-bestanden niet op mijn computer? Dat kan je niet doen, mits je of hem opent in Canvas. Nou is Canvas een online programma, dus je moet hem echt in je browser opzoeken en openen. Of je moet een programma zoals Shortcuts, oftewel Scale, geïnstalleerd hebben. Ook
die kan het bestand openen. Verder is er geen mogelijkheid om een VCM-bestand op jouw computer te openen. Je zal hem dan direct naar je machine moeten sturen of in een van deze twee programma's openen. Studiobestanden, om dan even door te gaan aan het lijstje. Een .studiobestand is puur voor Silhouette. Kan alleen maar in Silhouette Studio worden geopend. Er is geen uitzondering op die regel. Silhouette is heel erg, stelt hele hoge eisen aan hun programma. En hebben het zowat onmogelijk gemaakt om hun bestanden anders te openen. Wat wel een optie is, is je kunt namelijk in Silhouette Studio wel DFX-bestanden openen. Dus mocht je toch in Sure Catalog een bestand hebben gemaakt of in Inkscape, sla hem dan op als een DFX-bestand en vervolgens kun je deze in Silhouette Studio wel openen. Mocht je daar vragen over hebben, ik heb daar een videootje voor online staan. Ik zal het ook even linken in mijn blog, zodat je het even verder kunt lezen. Dus voor mensen die Silhouette Studio hebben, is het echt super fijn dat we toch een mogelijkheid hebben om bestanden die je in een ander programma hebt gemaakt, toch in Silhouette Studio te krijgen. Sure Catalog, oftewel SCAL, is een programma die de meeste soorten bestanden kan openen. Hij kan SVG-bestanden openen, hij kan VCM-bestanden openen, maar ook studio of DFX-bestanden. Niet studio-bestanden, blijft een uitzondering. Maar SCAL is dus heel uitgebreid en je kan er heel veel mee. Het is echter alleen niet gratis. Daarentegen is Inkscape wel gratis, echter Inkscape kan alleen .svg-bestanden aan. Dus als je een bestand maakt in dat programma, moet je hem per se exporteren als een svg-bestand of een dfx-bestand. Ook dat is mogelijk met dit programma, maar de meeste mensen zullen het altijd via een svg-bestand doen. Dit zijn eigenlijk alle punten die je moet weten over je extensies. Een extensie wordt automatisch aan een bestand toegekend. Je kan hem dus ook niet aanpassen. Wil je van een VCM een SVG-bestand maken of vice versa? Dan zul je dat moeten doen door hem in een programma te openen en hem te exporteren in een andere extensie. En online zijn er heel veel converters waarmee je ze ook kan omzetten naar een andere extensie. En daarmee kun je dus het ook mogelijk maken om toch vrij simpel jouw bestandje om te zetten naar het bestand wat jij nodig hebt voor jouw machine. Ik zal een link met een paar van deze converters ook in mijn blog noemen, zodat je daar ook van op de hoogte bent. Dan gaan we even nog naar Google kijken, want ja, god, als we dan toch over bestanden hebben, hoe ziet dat er dan uit als ik naar Google hier ga? Dan heb ik hier ingetypt google.nl. En als ik bijvoorbeeld op Mickey zoek, Mickey Mouse, dan krijg ik een heleboel afbeeldingen te zien. En vooral als ik hier op afbeeldingen druk, dan krijg ik een hele reeks met afbeeldingen al voor mijn neus. Dan gaan we het even hebben over hoe je in Google kan zien of het een goede afbeelding is of niet. Allereerst ga ik jullie uitleggen wat je wel en niet kan gebruiken. Als we hier de allereerste Mickey aan de linkerkant zien, is dit een 3D-afbeelding. Je ziet er diepte in, er zitten meerdere kleuren in, er zit schaduw in. Deze afbeelding is dus niet geschikt voor te traceren. De volgende afbeelding heeft ook schaduwen, ook hier. Deze is lastig te traceren. De derde betreft ook eentje met schaduwen. Maar de vierde hierin zie je dus dat dit alleen een platte afbeelding is. Deze afbeelding betreft recht toe, recht aan lijnen en directe kleuren. Dus er zit geen schaduweffecten in. Dit zijn afbeeldingen die wat makkelijker zijn om te traceren. Dus als je begint, zijn dit de afbeeldingen die je zou kunnen gebruiken. Vervolgens zie je links onderin, als je je muis stilhoudt op de afbeelding, zie je daar een waarde staan. Bij deze Mickey is dat 500 bij 800 ongeveer. Dat is de afmetingen van de afbeelding. Hoe hoger dat nummer is, hoe hoger de kwaliteit van je foto. Of plaatje in dit geval. In dit geval zie je bijvoorbeeld 370 bij 600. En deze is 520 bij
854, sorry. Dat betekent dat deze afbeelding hoger is aan resolutie dan de Mickey met het hartje. Hoe hoger die is, hoe beter. Maar ja, om hier nou op tussen te gaan zoeken wat nou de beste afbeelding is of niet. Het is een trucje om te zorgen dat Google jou alleen de afbeeldingen laat zien met een hoge resolutie. Dit kun je doen door naar tools te gaan in je navigatie hier. En als je dat doet, dan komt een soort regeltje hieronder tevoorschijn. En de allereerste optie is grootte. En hier kun je kiezen voor groot gemiddeld icoon groter dan. En exact, nou exact hoef je niet te gebruiken, want dat is wel heel exact. Groter dan kun je altijd gebruiken. Dan word je geforceerd om grotere afbeeldingen in een bepaald formaat te zoeken. Je kunt hem ook gewoon op groot zetten. Op het moment dat je hem op groot zet, komt Google automatisch al met afbeeldingen die vrij groot zijn qua resolutie. En dan zie je eigenlijk dezelfde Mickey als net, maar deze Mickey heeft een hogere getal linksonder in beeld staan. Als we kijken naar deze bijvoorbeeld, deze is helemaal perfect. Deze zit zelfs op 2200 bij 2400. Dat is echt een perfecte afbeelding om te traceren. Hij is hoog in resolutie, hij is plat en hij heeft duidelijke lijnen. Dus er zit geen schaduweffecten in. Als ik op het plaatje klik, dan vergroot Google altijd de afbeelding in dit soort pop-up schermpjes, zeg maar. En ook hier zie je dus de informatie van jouw afbeelding. Op het moment dat ik deze afbeelding wil opslaan, klik ik met de rechtermuisknop erop en dan kies ik voor opslaan als, of afbeelding opslaan als. En dan komt dit scherm naar voren waar ik mijn afbeelding wil opslaan en hij geeft aan wat voor afbeelding het is. Dus als je wilt weten van nou, ga ik nou een JPG, een GIF, een PNG opslaan? In dit schermpje hier geeft hij aan wat het is. En in dit geval is het een JPEG bestand. Op het moment dat ik hem heb opgeslagen, kan ik hem natuurlijk gebruiken om naar mijn snijprogramma te sturen om hem te traceren. Wil je weten hoe je moet traceren? Kijk dan eventjes in het linkje in de blog, waarin ik link naar een hele uitgebreide video waar we het over traceren hebben. Om te zorgen dat je niet al deze extra plaatjes krijgt die eigenlijk absoluut niet te traceren zijn, omdat het foto's zijn, is het nog een tip wat ik je mee wil geven, is als je aan het zoeken bent en je krijgt niet de juiste resultaten, typ dan het zoekwoord in met een spatie en typ daarachter vector in. Op het moment dat je een vector zoekt, krijg je voornamelijk platte afbeeldingen. Daarnaast kun je ook clipart gebruiken. Is een wat ouderwetse term, maar het wordt nog steeds zeker gebruikt. En ook hier zie je dat je wat meer plattere afbeeldingen krijgt. Kleurplaten werken ook heel goed, omdat een kleurplaat 9 van de 10 keer zwart-wit is. En gezien je in je machine toch moet definiëren welke kleur wat is, kun je ook deze perfect gebruiken. Het enige wat je nadeel is als je nog wil weten welke kleur Mickey's broek in godsnaam was, moet je dat even opzoeken, want ook ik weet dat niet allemaal uit mijn hoofd. Dat zijn wat tips waarop je kunt gaan zoeken binnen Google op de juiste bestandtypes. Nou, wat je helemaal kan doen, wat het nog makkelijker maakt, is meteen googlen op VCM-bestanden. Bijvoorbeeld Mickey. Mickey met een K. Mickey. En waar je dan tevoorschijn krijgt, zijn afbeeldingen waar je vaak de bestanden kan kopen. Heel toevallig zie ik mijn eigen Mickey hier voorbij komen. Had ik niet verwacht. Maar dit zijn vaak bestanden. Als je hier naartoe gaat, naar deze website, dan kun je deze vaak kopen. En zijn dit betaalde content? In dit geval is hij €2,64 en krijg je al deze schaduweffecten van Mickey. En deze krijg je in een hele reeks met verschillende extensies. En zo kun je natuurlijk op elk soort woord zoeken als wat jij wilt, zeg maar. Als je zegt van nou, ik heb liever SVG-bestanden, ga je op SVG-bestand kiezen. En vervolgens zoek je op het woord wat je wilt zoeken. SVG-bestanden kunnen vaak nog gratis aangeboden worden. VCM-bestanden worden
soms wel, soms niet gratis aangeboden. Studiobestanden zijn 99 van de keren betaalde content. En je wordt automatisch 9 van de 10 keer ook doorgestuurd naar de store van Silhouette. Nou, hopelijk was dit in ieder geval een beetje duidelijke filmpje. Mocht er vragen zijn over de extensies en de mogelijkheden met de bestanden, of mochten er andere onduidelijkheden zijn, geef even een seintje. Mocht je tevreden over zijn over mijn filmpjes, denk dan even na om een keertje een donatie te doen. En alle duimpjes omhoog weer, ook dat helpt mijn video's om weer bovenaan in de YouTube-lijsten te komen. Hopelijk tot gauw weer. Doei doei!